Mitchell Dijks, eerste minuten weer gemaakt in Eredivisie. Had je niet zoiets van, goh, dat warme weer in Italië bevalt me veel beter dan dit koude weer? Ja, het was wel koud hier dan. Ik had ook een ondershirtje aan. Maar ja, natuurlijk is de zon in Italië lekkerder. Maar ja, ik vind het fijn om weer op Nederlandse bodem te zijn. Hoe voelt het om weer te voetballen? Ja, een beetje dubbel gevoel, een beetje onwennig. Maar ja, ik werd een beetje emotioneel toen ik het veld opkwam. Natuurlijk 7 maanden geleden en veel gebeurd in die tussentijd. Dus lekker om weer lekker in de weide te rennen. En dan meteen tegen AZ, toch een best flinke tegenstander voor Vitesse. Puntje, tevreden? Ja, ik ben zeker tevreden. Ik word er meteen voor de leeuwen gegooid. Maar lekker 1-1 en een puntje en dan de volgende week derby tegen NEC. Dus ik denk wel vertrouwen. Ja, als ik jou zo in mag schatten, ben je wel een speler die daarvan houdt van dat soort wedstrijden van derbies? Ja, lekker erop knallen en kijken wie er wint. Dus wel een spannende wedstrijd. Word je dan nog gemotiveerd door die spandoeken van de supporters van zojuist? Nee, dat komt vanuit jezelf. Dankjewel. Dat is goed, man.